Het tracé ligt vast, maar een reeks kabels en leidingen moet los. De nutsbedrijven stellen ze veilig op de kruisingen met het tracé door ze dieper te leggen of te verleggen. Het gaat om elektriciteitskabels en leidingen van water, vloeibaar gas, aardgas en riolering. Aannemers meten, rooien, graven, boren, zagen, leggen, herleggen en begraven. Leiding- en kabelsleuven draineren ze met bronbemaling. Ten slotte plaatsen ze markeringspaaltjes en documenteren ze de kadastrale informatie. Het betekent overlast, omrijden, snelheidsbeperking, stoppen voor werkverkeer. Sommige werkzaamheden vergen weken, andere maanden. Deze tussen Neede en Eibergen tot een half jaar. Want hier komt in de N823 een viaduct over de nieuwe N18. Liander en Vietens verleggen een waterleiding, gasleiding en vier hoogspanningskabels. Ze moeten bereikbaar blijven buiten het toekomstige viaduct. Hier werken infrastructuurbedrijf AHAC, Liander en Vietens samen. Een lier zal vier hoogspanningskabels op hun plaats trekken, 1,5 meter diep. Eerst wordt een stalen trekkabel door de sleuf geleid naar de kabelrol. De hoogspanningskabels zijn van aluminium. Goedkoper, maar breekbaarder dan het dure, maar rekbare koper dat vroeger werd gebruikt. Daarom regelt een computer elke seconde de trekkracht van de lier om overschrijding van het breekpunt van de aluminiumkabels te voorkomen. Voor het verdeelstation van netwerkbeheerder Enexis zijn twee buizen onder de weg geboord. Elk zo'n 60 meter lang. Daarin liggen 10 kilovolt kabels. Voor aansluiting op het netwerk van Liander voor de grootverbruikers in Eibergen. Waterschap Rijn en IJssel legde een rioolpersleiding dieper in het tracé bij de Stokkersbrug in Eibergen. Het werk was bijna voltooid toen wij er lucht van kregen. Langs het fietspad tussen Hupselse Dwarsweg en Steinkampsweg in Eibergen legde Liander een hoogspanningskabel. Het netwerk van Eibergs industrieterrein kreeg verbinding met een aluminiumkabel. De koppeling is waterdicht gemaakt met diverse lagen isolatie. Dat is een hoogspanningskabel, dat loopt 10.000 volt doorheen. Het oude gedeelte lag niet diep genoeg, dus die pakken we hier op en dan verbinden we die met het nieuwe gedeelte. Ja. Die nieuwe kabel is gemaakt van aluminium en aluminium glijdt iets minder goed als koper. En vandaar dat de kabel eigenlijk wat dikker is, met oog op de toekomst. Ja. De nieuwe kabel is dik genoeg om in de toekomst ook goed van dienst te kunnen zijn. De GasUnie beet het spits af met het veiligstellen van hoge druk aardgasleidingen. Die kruisen het tracé van de nieuwe N18 op diverse plaatsen. We hebben hier een regionale leiding liggen, een 40 bar systeem. De leiding heeft een doorsnede van 20 centimeter en wordt over een lengte van ongeveer 100 meter dieper gelegd. De leiding wordt dieper gelegd, zodat die straks weer een goede ligging krijgt ten opzichte van de nieuwe geprojecteerde provinciale weg.
De gasstromen worden omgeleid. En vanmorgen is de leiding ingesloten en drukloos gemaakt. En de leiding is nu doorgehaald. Het oude leidingdeel is verwijderd. En zometeen zullen we zien dat, dat de nieuwe leiding wordt ingehezen. En nog vandaag wordt tussengelast, aangesloten wordt op het gastransportsysteem van Gasunie. Waarna vanavond het gas weer via deze leiding kan gaan stromen. De aansluiting is een kwijt van een dag. En de totale voorbereiding en de nazorg zitten we voor deze klus ongeveer op 4 weken, 3,5, 4 weken. Ja, om alle locaties even te noemen, zetten we hier aan de Kiefteweg. Vervolgens gaan we straks naar de Stokkersweg. En we gaan nog naar de Leugemoosweg. En uiteindelijk zullen we eindigen bij de Holthuizenstraat in Haaksbergen.